Ja, Gerard de Nooy, eerst maar eens even mijn boodschappenlijstje afwerken. Ja, het papierwerk van Ricky van Haren, is dat al in orde? Nee, dat is nog niet in orde. Daar zijn we druk mee bezig. We zitten te wachten op de Turkse club waar hij gespeeld heeft. Maar die heeft nog geen fiat gegeven om te spelen. Dus ja, ik hoop het wel, hè, want het moet voor vandaag moet dat rond zijn. Want je hoopt, je moet vandaag rond zijn. Oké, ja. Dus jullie hebben heel veel contact, neem ik aan, Marco Bogers met die Turkse club. Ja, niet Marco, maar wel degene die dat op het kantoor doen. Dus ja, die zijn druk mee bezig vanaf heel de week eigenlijk al. Maar het is heel moeilijk, heel lastig. Dan een nieuwe keeper. We begrijpen dat er nog een nieuwe keeper bij moet komen in principe. Is die er al of komt die eraan? Als je goed gekeken hebt, is die er nog niet. Dus nou ja, daar zijn we druk mee bezig. Maar oké, dat doen we achter de scherm. En zolang er nog niks concreet is, gaan we ook nog niks bekendmaken. Klopt het dat het om Ricardo Kieboom gaat? Dat is wel een van de namen, maar we zijn nog met meerdere bezig. Dus, Een andere naam is Camara, die gaat al een tijdje rond hier. Ja. Weet hij het al? Hij heeft natuurlijk bedenktijd gevraagd. Weet hij het al? Nee, nog niet. Ik heb hem afgelopen week nog gesproken. Maar hij wacht gewoon tot denk ik 31 augustus. En dan neemt hij een beslissing. Dus dat is nog even afwachten. Kemi Agustin trainde ook hiermee. Ja. Die zag ik vandaag niet. Nee. Denk je dat hij iets anders gaat doen? Nee, dat niet. Maar hij komt na het weekend weer. En, of zaterdag, zondag. Hè, want hij traint natuurlijk zaterdag, zondag weer. Dus dan gaan we na het weekend hebben gezegd dat we een beslissing gaan nemen. Dus richting Fortuna. Ja, dat moet ook wel, want dan is het al bijna 31 augustus. En heb je het idee dat hij zelf wel heel graag wil? Ja, volgens mij wel. Maar alleen wij moeten als club zijn en nog beslissen. Oké, dat is nu nog niet even aan de orde. Dan de blessures. Ik zag je zoon, Bradley de Nooijen, nog eventjes rondjes lopen. Is hij in twijfel geval? Nee, geen twijfel, maar gewoon uit voorzorg. Een klein beetje last van zijn been. Tikkie op gehad, maar oké, dat maandag gevoetbald en hij moet gewoon morgen fit zijn. Dus je hebt deze week wat rust genomen. Quincy wel, die heeft wel wat last, traint wel mee, maar zit er niet bij, niet 100% fit. Tik op zijn voet gehad, dus die gaat sowieso niet spelen. Voor de rest is iedereen fit. Ja, Michael Chacon denk ik niet, of wel? Ja, nee, maar dat is al een tijdje. Die hopen we tegen RKC te kunnen inzetten, maar dat is over 3-4 weken. Je hebt een nieuwe aanwinst, Alessio da Cruz. Ja. Natuurlijk al tegen FC Utrecht ook gespeeld. Ja. Het lijkt erop, als ik de laatste training zie, dat hij gaat starten. Het lijkt erop, ja. Maar ik ben nog niet. Ik weet nog niet hoe ik ga starten. We hebben iedereen laten meevoetballen. En ook hem laten zien wat voor systeem wij spelen. En daar moet hij natuurlijk nog wel aan wennen. Maar oké, of hij morgen speelt, dat zien we morgen. Maar hij is wel een serieuze optie voor je, toch? Maar iedereen die hier op veld staat, is een serieuze optie. Hè? Dus kijk, ik maak nooit opstelling bekend. Hè. Eerst moeten de spelers het weten. En dan weten jullie het. Ben je wel verguld met zijn komst? Want voor mij is het een hele goede voetballer. Ja, tuurlijk. Anders, wij doen alles in overleg, Marco en ik. En als ik niet vind dat hij geen meerwaarde kan zijn, hadden we hem niet genomen. Ja. Want wat is zijn meerwaarde? Nou ja, dat hij aanvallend enorm snel. Hij is handig aan de bal en hij kan een doelpunt scoren. Dat is wel iets voor een aanvaller en dat hebben we hard nodig, denk ik. En toen jullie hoorden dat hij teruggezet was bij FC Twente, hadden jullie gelijk zoiets van, die kunnen we wel eens oppikken? Nou ja, dat doen we met heel veel spelers. Hè. Kijk, wij moeten heel creatief zijn. En tot nu toe lukt dat uitstekend. Dus, en dit is gewoon een hele, in potentie gewoon een hele goede voetballer. Nu heb je twee wedstrijden op zitten, twee keer een gelijk spel. Met alle respect voor die ploegen, maar dit zijn wel even echte andere tegenstanders, hè? Cambuur en NAC. Ja, dat zijn echt tegenstanders die in de top mee gaan doen. We spelen twee keer thuis, dus ja, we gaan zien. Ik bedoel, Cambuur is ook gewend op kunstgrasveld, NAC niet. Maar oké, we gaan er gewoon uit dat wij... je kan alleen maar 100% je best doen. En als iedereen dat doet, dan kunnen we ook elke tegenstander winnen. Nou, en dan gaan we ook proberen te trachten vrijdag. En hoe probeer je het team dan voor te bereiden op gewoon echt een stuk sterkere tegenstand? Voor mij deed je heel specifiek naar bepaalde situaties benoemen. Nou ja, kijk, ik kijk wel wat de zwakte van de tegenstander is en waar onze kansen liggen. Kijk, en de zwakte hebben we gezien bij Cambuur en daar hebben we net op getraind. En dat hoop ik dat het morgen tot uiting komt. Maar oké, dat praat je over met de spelers, je laat beelden zien. We hebben ook beelden laten zien van afgelopen maandag. Maar oké, het is heel kort dag, hè, dus we spelen maandag. En wij kijken alleen maar naar, natuurlijk zien we ook wel punten die verbeterd moeten worden. Maar we kijken meer wat er heel goed ging. Nou ja, en daar gaan we mee verder.